Ja, toch een verrassende overname bij Anderlecht gisteren. Hoe is de sfeer nu bij jullie? Ja, schitterend denk ik. Hè. We zijn blij dat de kogel eindelijk door de kerk is. Het is misschien voor de media een verrassende overnemer, maar ik ben zeker dat Mark Hoeken en RSC Anderlecht... Mark, dus kunnen we gewoon even wat stiller zijn alstublieft? Wij hebben het volste vertrouwen dat de heer Koeken de club naar een nog hoger niveau zal kunnen tillen. En we zijn er zeker van dat hij een weldoordachte beslissing heeft genomen. Weldoordachte beslissing? 2 weken. 2 weken heb je erover nagedacht, hè? Oeh, een roze broek? Kopen. Oeh, Paradijsa? Schoon beestjes? Kopen. Oeh, Derby? Gezellig? Kopen. Oeh, Anderlecht zal te koop. Oh, maar wacht eens. Ik heb eigenlijk Oostende al en ik ben fan van Club Brugge. Mocht niet uit. Kopen. Ja, ik vind hem ook niet passen bij Anderlecht. Allee, Anderlecht is allemaal zo wat chiquer en zo wat dikke nekken. Dat kun je dan van de koeken niet zeggen, hè, dat hij een dikke nekken hè? Dat is meer een dikke kin. Nee, het is druk geweest voorbij wegen. Ik ben blij dat we terug gewoon kunnen shotten. Voor je weer nog tegen Brugge forfait moeten geven. Ik weet ook niet dat het goed is voor het imago van de club. Hè. Die koeken. Hoe kunnen we rijk worden met shampoo verkopen en dan nog zo'n mottig kapsel hebben? Dat verstaan ik niet. Ik weet al een goede transfer voor deze winters. Hè. Een nieuwe coiffeur. Dan doen we een nieuwe spits ook. Ja, er zijn natuurlijk ook enkele teleurgestelde kandidaten. Wouter van den Houten bijvoorbeeld. Hoe reageren die? Ja, Wouter van den Houten had hier ook een mooi verhaal kunnen schrijven. Maar kijk, Wouter is een ondernemer. Dit is gewoon part of the game. Ik denk dat hij vandaag die teleurstelling al te boven... Kijk, wat is dat hier nou toch, zeg? Alsjeblieft. Wouter? Nee is nee. Mark heet de club nu. Allee, kom aan, ze biedt tot hier. Dat is kwit nieuws en dan de tv erbij. Allee, kom naar huis, pak een badje, hè? Ja, sorry, dan kunnen we dat lessen even opnemen. De Wouter was even... Wouter kent het wereldje natuurlijk heel goed. You win some, you lose some. Hij is gewoon heel blij voor de club en voor Mark Hoeken. Mannetjes, we hebben genoeg, hè? Koeken is kijk, ja. Wouter, allez, kom aan!